De plantage Middelaan tussen de Hortus Botanicus en de plantage Parklaan wordt heringericht. Er kunnen hier voortaan geen auto's meer rijden en de straat wordt een stuk groener gemaakt. Wat vindt u ervan dat deze straat groener wordt gemaakt? Ja, vind ik heel erg goed. Ik heb het plan gelezen en het zou heel fijn zijn. Dit is volslagen onzin en ontzettend geldverspillerij. Dat vind ik prima. Ja, groen is altijd beter, dus voor mij mag het wel. Tijdens de voorbereiding van dit project hebben we gekeken hoeveel auto's hier rijden. En dat bleek dus heel weinig te zijn, een stuk of 10 per uur. Nou, toen hebben we besloten om deze straat anders in te richten en meer groen te geven. De beton van de trambanen die gaan vervangen door gras. Er komen plantvakken en er komen ook nieuwe bomen. Ik haal de kinderkopjes eruit. Dat is een hele oude bestrating. Daar is het asfalt overheen gegaan. Maar ja, dat maakt nu plaats voor de nieuwe fundatie. Hoe is het om de buurt groener te maken? Hoe zeg je nou? Hoe is het om de buurt groener te maken? Wordt groener hier zo? Oké, op zo'n fiets. Dat is altijd beter. Dus het wordt helemaal uit de luw gemaakt en meer bomen erbij. Dus ja, dat is altijd wel een mooier gezicht natuurlijk. Groener. Dat is dus hoe de plantage Middelaan eruit komt te zien. En dat past goed bij de omgeving, want naast het werkterrein ligt de Hortus Botanicus. Dit is een van de oudste botanische tuinen ter wereld. De Hortus werd in 1638 opgericht als medicinale kruidentuin om zo de stad te behoeden voor een nieuwe pestepidemie. In 1682 verhuisde de tuin naar de plantage Middelaan. Op slechts 1,2 hectare grond groeien hier nu zo'n 6000 planten van 4000 verschillende soorten. Hoe belangrijk is groen in de stad voor jou? Nou, ik vind groen wel belangrijk voor een stad, want zonder groen heb je geen zuurstof. Ja, en zonder zuurstof gaan we dood, hè. Als je op driehoog achter woont, is het heel belangrijk om ook eens eventjes een frisse neus te kunnen halen. Dus de Hortus is wat dat betreft een prima plekje. Groen is ontzettend belangrijk, maar het moet geen onzin worden. Dat zien wij zelfs nu al op platteland, dat alles maar omgezaagd wordt. Ik denk, waar doe je het voor? Slaan ergens op. Beton, beton, beton. Dus groen moeten we zeker houden. Ook in de grote stad. Tijd voor de prijsvraag. En de vraag luidt, waarom werd de Hortus Botanicus opgericht? Vul op www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in en maak kans op een prachtige foto uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En wie is de winnaar van vorige week? Henk Lieverink. Gefeliciteerd. De plantage Middelaan is ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor het autoverkeer. Tijdens het werk worden de auto's omgeleid via de Anne Frankstraat. Voetgangers, fietsers en tram die blijven gewoon rijden over de plantage Middelaan. De werkzaamheden klaar. We hopen voor de zomer en anders wordt het net na de zomer. En voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.